Zeist, een van de groenste gemeenten van Nederland. Een fijne gemeente om in te wonen. En toch hebben we nog wat uitdagingen te gaan. Want hoe worden we natuurinclusief, circulair, klimaatbestendig en klimaatneutraal? En wat kan Samen Duurzaam Zeist hierin betekenen? We vragen het Laurence Duquesnoy van het Plantenasiel Zeist. Het Plantenasiel is een initiatief in Zeist waarbij we met elkaar tuinplanten ruilen om te voorkomen dat we eigenlijk met pijn in ons hart overtollige tuinplanten in de groene kliko moeten gooien, want dat is echt zonde. En we kunnen die veel beter gebruiken om tuinen in Zeist verder te vergroenen. Ik denk dat de grootste uitdaging voor Zeist is om alle groepen inwoners en alle organisaties met elkaar te verbinden in de duurzaamheidsplicht die we nu eigenlijk toch wel hebben. Omdat je ziet dat iedereen verschillende belangen en interesses heeft. En hoe kom je nu met elkaar tot een duurzame samenwerking waarbij iedereen doet wat hij zelf leuk vindt en waar hij een meerwaarde in kan bieden. Samen Duurzaam Zeist is, vind ik, een hele leuke club van mensen met een hele verschillende achtergrond die zich allemaal echt vanuit hun hart inzetten voor de samenleving, op welke manier dan ook. En die echt intrinsiek gedreven zijn om samen een betere wereld te maken voor echt onze lokale omgeving. Ben jij ook een duurzame doener? Praat en denk dan op 23 maart met ons mee over een duurzaam Zeist en de toekomst van Samen Duurzaam Zeist. 23 maart van 6 tot 10 uur 's avonds in het gemeentehuis van Zeist. Aanmelden via onderstaande link.